De allerleukste vragen van de afgelopen jaren is de vraag uit de Junior Wiskunde Olympiade van 2020. Tweede ronde, deze vraag. We krijgen een vierkant dat opgedeeld is in 25 vakjes. En in elk vakje moeten we een toren plaatsen. Een toren kan een hoogte hebben van 1 tot 5. Maar we moeten ervoor zorgen dat in elke rij alle hoogtes van torens van 1 tot 5 één keer voorkomen. We moeten ervoor zorgen dat in elke kolom alle hoogtes van torens van 1 tot 5 één keer voorkomen. Dus dat weten we al, maar in welke volgorde dat ze dat moeten voorkomen in elke rij en kolom, dat weten we nog niet. Maar daarvoor hebben we een beetje hulp. Er zijn een aantal mensen geposteerd langs de zijkanten van ons vierkant. En die vertellen ons hoeveel torens dat ze zien vanuit hun perspectief. Dus deze persoon kijkt recht voor zich uit, enkel naar deze rij, en zegt, ik zie 3 torens. Wel, om daarover te redeneren, heb ik eens gegrabbeld in de speelgoedkast van mijn zoontje. En ik heb 5 torens gemaakt met verschillende hoogtes, 1 tot 5. Wel, het is zo, de volgorde waarin dat die torens voorkomen, bepaalt hoeveel torens dat er zichtbaar zijn voor de persoon die er naar kijkt. Stel dat er een persoon hier staat die naar het bord kijkt, dan ziet hij op dit moment 3 torens. Verander ik een toren van plaats, dan kan het zijn dat het aantal torens dat zichtbaar is ook verandert. Op dit moment zijn er 4 torens zichtbaar. Er zijn 2 speciale gevalletjes die we uniek kunnen afleiden. Als een persoon zegt van, ik zie alle 5 de torens die in het rijtje van 5 staan, dan kan het niet anders dan dat de torens van klein naar groot staan. Dat weten we. Omgekeerd, als een persoon zegt van, ik zie maar 1 toren, dan moet de grootste vooraan staan. Wat de torens erachter zijn, dat weten we niet. Die zijn niet zichtbaar, die kunnen nog in alle volgorde staan, maar de eerste moet sowieso de hoogste zijn. Dat gaan we eens gebruiken in ons vierkant. We hebben 2 personen die 5 torens zien. Vanuit hun perspectief zien die de torens van klein naar groot. Dus dat weten we al. We hebben ook 1 persoon die maar 1 toren ziet. Dan weten we, die heeft voor zijn neus de grootste toren staan. En nu moeten we nog een klein beetje redeneren met de andere personen om tot de definitieve oplossing te komen. We hebben hier een persoon die naar rechts kijkt en 4 torens ziet. Dus gaan we eens nadenken wat we de hoogste toren moeten zetten in dat rijtje. De hoogste toren kan niet hier staan, want dan zou de persoon maar 1 toren zien. Kan ook niet hier staan, want dan zou de persoon maar 2 torens zien. Dus de 5 moet sowieso naar de 4 komen. En in deze kolom staat er al een 5. Dus de enige plaats waar de 5 nog kan staan, is hier. Als we kijken naar ons vierkant, zien we dat we nu al 4 posities hebben met een toren met een hoogte van 5. Wel, in elke rij en kolom moet er 1 toren van 5 voorkomen. Dus er kan nog maximaal 1 toren van 5 zijn. En die moet voorkomen in de rij en de kolom waar dat er nog 1 toren van 5 staat. Dus de laatste toren van 5 moet zich daar vinden. Dan gaan we nog een beetje verder gaan kijken. De toren van 4 bijvoorbeeld. We hebben al 2 torens van 4 die voorkomen. Hier moeten er 3 torens zichtbaar zijn. We gaan eens kijken waar we onze toren van 4 moeten gaan plaatsen. De toren van 4 kan niet hier staan. Want als hij hier zou staan, dan zijn enkel deze toren en deze toren zichtbaar. Het zouden maar 2 torens zichtbaar zijn. Dus dat kan niet. Hier kan de toren van 4 ook niet staan, want in deze kolom staat er al een toren. Dus moet de toren van 4 wel hier gaan staan. Hier moeten er 3 torens zichtbaar zijn. De 4 zal zichtbaar zijn en de 5 ook. Wat dat er achter de 5 staat is sowieso niet zichtbaar. Dus moet er hier iets komen voor de 4 die kleiner is dan 4. Wel, de getalletjes die nog ontbreken in deze kolom zijn 1 en 3. Maar 1 kan niet, want die staat hier al. Dus dit moet een 3 zijn. En dit moet een 1 zijn. Dan gaan we nog een beetje verder. We hebben hier moeten we ook 3 torens hebben die zichtbaar zijn. De 4 kan hier niet staan, want dan zouden er maar 2 torens zichtbaar zijn. De 1 en de 3 kunnen hier ook niet staan.
Dus hier moet het wel de 2 zijn. En hier moet er nog een toren tussen staan, die ook zichtbaar is, die groter is dan 2 en kleiner is dan 5. Maar de vierkant, dus moet het hier de 3 zijn. Dan kunnen we deze twee rijtjes al volledig maken. Welk cijfer ontbreekt er hier nog? Dat is de 4. Welk cijfer ontbreekt er hier nog? Dat is de 1. Dan moeten er hier 4 torens zichtbaar zijn. Die 4 en de 5 die gaan zichtbaar zijn ten opzichte van elkaar, maar deze 2 torens moeten ook zichtbaar zijn. We hebben nog 2 en 3 over, dus moeten die in deze volgorde staan. Hier moeten er 4 torens zichtbaar zijn, dus voor de 3 moet er nog een toren komen die kleiner is dan de 3, maar de 2 mag niet, want die staat al in deze rij, dus moet het hier de 1 zijn, en bij gevolg, als we het rijtje volledig maken, moet hier de 2 staan. En dan hier moeten 3 torens zichtbaar zijn, dat is het geval, en we hebben nog 1 toren over, dat is hier de 4. En welke toren moet er dan rechtsboven staan, wat dat er gevraagd was, wat hebben we nog tekort in deze rij? Dat is de toren van 3.